En de muziek vandaag wordt verzorgd door Maarten Levenbach en Konrad Nuits. Maarten Levenbach en Konrad Nuits. Mevrouw, meneer, goedemiddag. Konrad, jij komt uit Sint-Truiden, ja. Begrijp ik. En jij, Maarten, komt uit? Den Haag. Uit Den Haag. Die komt dus helemaal hier. Dus hoe komt iemand uit Den Haag in godsnaam in Sint-Truiden verdwaald? Nou, we zijn allebei gaan studeren in het consortium in Maastricht. En ja. Daar zijn we elkaar tegengekomen. En toen vroeg hij mij of ik een keer mee zou willen doen. En dat doe ik graag. Daar zijn jullie elkaar tegengekomen. Dus daar is een mooie prille liefde ontstaan in dat conservatorium. Of ja, zeg ik dat ja, goed? Ja, het klopt. Het klopt. Nou, ja. En die liefde, als ik het goed begrepen heb, heeft zich zelfs vertaald in een muzikale samenwerking. Ja. Want jullie vormen een duo, maar zijn ook deel van een band. Ja, dus dit is nu ons eerste optreden eigenlijk als duo. Nou kijk, ja. Dus de première voor Sint-Truiden in deze academie. Later dit jaar spelen we samen ook de Night of Classical Music in Maastricht. Mm-hmm. En dan in september spelen we in Wales een concert. Zo. Dus jullie gaan meteen, internationaal. Internationaal, ja. Want het is jullie eerste jaar, beide zitten op het eerste jaar in het conservatorium. Ja. En gelijk internationaal, in Wales. Ja, inderdaad. Ja. Dus, maar dat internationale, begrijp ik, Maarten, dat is voor jou zelfs nog veel extremer. Want je hebt net een tournee door Azië achter de rug. Ja, dat klopt. Afgelopen december ben ik 2 weken door Azië gaan toeren. Singapore, Hongkong, Bangkok en Jakarta. Hoe was dat in Hongkong? Wij zaten in een rustiger deel, dus ja? dat ging dus goed. Dus je kon daar wel nog spelen. Ja. Hoe kom jij in godsnaam in zo'n Aziatische tournee? Ik zit in een internationaal strijkorkest, zo. Dus die hebben overal tournees en dan ga ik mee. En dan ga je mee? Ja. En jij gaat dat volgen, Konrad? Ik ga het volgen. Ik ga mijn best om ooit eens misschien als pianist lid te worden van een strijkorkest. Dat is niet echt mogelijk, maar het zou optimaal zijn natuurlijk. Als pianist lid worden van een strijkorkest. Hè? We hebben hier het Kwarts Internationaal Strijkfestival gehad. Ik heb er alleen maar violen gehoord. Maar, het is een ambitieus idee. Ja? En hoe moet ik me dat muzikaal voorstellen? Daar ben ik zelf nog niet. Daar zijn ze zelf nog niet achter. Maar jullie zijn wel achter wat we hier doen. Jullie hebben zelf een soort bewerking gemaakt van het nummer Les Demoiselles de Rochefort. Dat is iets over mijn jeugd, maar daar gaan we nog even naar luisteren. Maarten en Konrad. Maarten en Konrad Nuits.